Als de patiënt naar het ziekenhuis komt voor het nemen van biopte uit zijn dikke darm, dan is dat een bezoek van ongeveer 2 tot 2,5 uur in het ziekenhuis. Goed, fijn dat je er bent. Wat is je naam? Ilona Brink. Wat we doen voordat we zo'n biopte kunnen nemen uit de dikke darm, moet het laatste stukje van de dikke darm goed schoon zijn. Dus wat we dan doen is dat we eerst een klisma geven en als de patiënt resultaat heeft gehad op het klisma, dan kunnen we beginnen met het nemen van de biopte. Rustig blijven liggen. Ja, oké. Het hoofd mag je neerleggen. Gaat goed zo hoor. Komt hij aan? Een biopt is eigenlijk een heel klein stukje weefsel dat we afnemen uit de dikke darm. Het is ongeveer zo groot als een speldenknop. Het kan een beetje koud voelen als de biopteur naar binnen gaat. Oké. Zo. Dat was de eerste. Voelde je dat? Nee. De patiënt voelt geen pijn van het nemen van de biopte, maar voelt natuurlijk wel dat de biopteur naar binnen gaat. En dat gevoel is te vergelijken met een thermometer die naar binnen gaat. Ja, ik zie hem. Met het nemen van de biopte maak ik natuurlijk wel twee hele kleine wondjes aan de binnenkant van de darm. En eigenlijk het enige kleine risico van deze ingreep is dat die wondjes niet mooi dicht gaan. Dus wat we daarom doen, we houden de patiënt na het afnemen van de biopte nog een uur ter observatie in het ziekenhuis. En daarna mag de patiënt naar huis. Nou, we hebben twee mooie biopten. Die zou ik zo naar het lab brengen. Als ik twee goede biopten heb afgenomen, dan zullen de biopten naar het lab gebracht worden. En daar zullen ze er dan mini-darmpjes van maken.